Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte. My name is Emil Frederiksen. I'm 17 years old. I'm offensive midfielder and I'm from Denmark. And now you're here with the first team in Spain, but normally which team do you play? Normally I play under 19, but they want me to join the group here, so that's of course I'm really happy for being here now in Spain and with the first team. That's what you want when you play under 19, so I'm really proud of I'm here. We zagen je natuurlijk al bij de voorbereiding, bij de eerste selectie, en nu ja, met het trainingskamp. Ja, dat is een leuke ervaring en ik kan denk ik veel leren van alle spelers hier, dus dat is leuk. Wanneer hoorde je dat je mee mocht? Ik weet niet precies meer, maar ik denk met gesprekken met Johnny Jansen en mijn ouders, hoorden zeiden ze dat ik mee mocht. It was the 23rd of December. Jurgen, he called me and said, yeah, I did played some good games and under 19 this half a year, so he wanted me to join the group in La Manga. So I was really happy. I was home in Denmark, so yeah, it was really good vacation when you know you're going to Spain when you come back to Heerenveen. So really good. Ja, wat houdt deze week voor jou precies in? Veel leren, leuke ervaring opdoen en hopelijk wat minuten maken. No, it's just to learn and learn. And the guys know me better and stuff like that. So that's the most important. That's the trainings and hopefully I can make some minutes in the games. That's what I hope. What's the biggest difference between this team where you train now and the team of under the 19? Yeah, it's the players are better here. You see Schaas, you see Ødegaard, you see those players, they're really good. We don't have players like that in under 19 because we're still young and we still have to learn. But here, when you're here, you really learn and that's really good. Ja, wat verwacht je nog van komende week? Wat gaat er nog komen? Ik denk dat ik een liedje moet zingen. En we gaan denk ik nog wat... Gewoon trainen en wat uitjes, denk ik ook. En een wedstrijd. Wat voor liedje gaat het worden? Ik denk iets van André Hazes, dat is gewoon een Nederlandse tekst. Gooi alles van me af en giet me vol. Want ik hou van het leven, al moet ik soms ook geven. Maar vanavond...